De laatste thuiswedstrijd dan. Oftewel, hoe wat eigenlijk een trieste dag is, die in het teken staat van afscheid, toch een onvergetelijk mooie zondag werd. Heerenveen heeft Feyenoord dit seizoen twee keer dwars gezeten. Voor de competitie, maar ook voor de beker, verloor Feyenoord in de voetbalhoofdstad van Friesland. Het is vandaag echter Van Bronckhorst die de muziek aanzet. Want Feyenoord wil Koeman en Tament uitzwaaien met een klinkende zegen. Een minuut of wat later krijgt Feyenoord een vrije schop. Koeman is al in de buurt. Fonk van Heerenveen verwacht een ouderwetse kanonskogel en is bang voor blaren. Een kanonskogel is het niet, toch brandt Fonk zijn vingers. Koeman en Tament putten zich nog uit om iets na te laten aan het legioen. Af en toe droomt men op de tribune zelfs weg bij de acties van Tament. Maar dan schrikt men wakker. Wat is dit nu? Wil Heerenveen soms nu al afscheid nemen van Tament? Uit de free kick van Van Gastel tilt Sanchez de score naar 3-0. Het is het 16e competitiedoelpunt van de Argentijn, die daarmee topscorer is van Feyenoord. Het plezier straalt er ook in de tweede helft vanaf. Feyenoord speelt sprankelend voetbal en uit alles blijkt dat Tament graag vaarwel wil zeggen met een doelpunt. En geluk? Ja, dat kun je dus echt afdwingen. Na een uur spelen verkleint Heerenveen de achterstand tot 4-1. Maar veel belangrijker is dat Klaes aan de zijlijn is verschenen. De Belg, gehaald als beoogd opvolger van Koeman, heeft de eer de legendarische nummer 4 ook in diens laatste duel in de Kuip op te volgen. Ronald Koeman van FC Groningen, Ajax, PSV, Barcelona en Oranje, waarmee hij in 1988 Europees kampioen werd, speelde 2 jaar in het shirt van Feyenoord. Hij speelde voor Feyenoord 61 competitiewedstrijden en maakte erin 19 doelpunten. Arie Haan heeft de volgende publiekswissel al voorbereid als de betrokkenen zelf nog een fabelachtig saluut in gedachten heeft. Dan is het zover. De nummer 9 wordt geroepen. Veel meer nog dan Koeman is Tament een echte Feyenoorder. En dat scheiden ook Leiden is, met een lange ei, blijkt uit de volgende beelden. Gaston Tament debuteerde ooit in de Kuip als invaller voor René Hofman. Hij droeg dit shirt 9 jaar en werd landskampioen met Feyenoord in 1993. Een echte Feyenoorder dus. En speciaal voor Tament, maar dan ook alleen omdat hij het is, zeggen we 1 keer, zei het zachtjes, hup Benfica. Als de tranen zijn gedroogd, wordt er nog 1 keer gescoord door Heerenveen. Maar hoe gek het ook klinkt, het is een tegengoal die hoopgevend is. Want de maker is Korneev, de aanstaande Feyenoorder.